Dat, oh, ik vind het echt zo irritant. Goedemorgen, het is woensdag en we gaan naar school. En ik loop met de fiets, want ik heb nog steeds geen kinderzitje. Hé, Moppie! Moppie! Kleine poes! Ik heb geen poes. Jawel, je hebt poesoren. Oh, Moppie! Kiek! Thuis, dus de boodschappen even opruimen en dan een rondje huishouden. En vanochtend was het echt zwaar, want ik kwam mijn bed echt niet uit. Zij kwam mijn bed echt niet uit. We zitten zo in dat heerlijke vakantieritme waarin we echt wel uitsliepen elke dag. Ik ben goed aan het mikken. Ik zit even allemaal de kasten in en dan gaan we beginnen. Let's go! Even een momentje voor een theetje en ik ga gelijk tegels plakken. En ik vind het altijd best wel een rustgevende bezigheid. Ik weet niet waarom. En dan weer verder. Mag ik eindelijk zeggen ophalen? Regent het. Oh, ik vind het echt zo irritant. Ik moet maar een beetje onder de bomen schuilen. Maar we hebben lekker een middag vrij en we hebben geen ballet nu. Dus let's see what we are going to do. Ik had het net zo goed niet kunnen ophalen. Want ze wilde bij de vriendinnetje spelen. In ieder geval, ze wilde samen spelen en de vriendinnetje had plannen. Dus daar gaat ze aan meedoen. En ik heb ze wel even net samengebracht. Want ze wilde even papa lopen, zeg nog. En nu dus alleen naar huis. Nou, als ik het had geweten, had ze gelijk meegekund. Dus we hebben een vrije middag. Marco is ook al thuis, want die heeft zijn enkel verstuikt. Dus die is ook niet werken. Dus een hele andere dag opeens. Gelijk maar gebruik aan het maken van de tijd die ik heb. Ik heb net een vlog geëdit, die staat te renderen. En ik heb al een tijdje weer geen oude, in ieder geval oud, foto's uitgezocht en video's om te backuppen. Dus daar ben ik nu mee bezig, terwijl die aan het renderen is. Alleen het gaat nu zo traag, omdat de computer dat eigenlijk niet meer aan kan. Maar goed, dan ben ik dadelijk weer een heel stuk up-to-date. En die foto's heb ik nog wel een beetje bijgehouden, dus moet wel een aardig stuk komen nu. En zo erg lag ik niet achter. En hierna nog 2 video's. En dan nog 2 maanden aan foto's. Nou, hopelijk heb ik dat af. Het is nu 2:30. Dus ik hoop dat in de aankomende 2 uur af te krijgen. Dan ben ik helemaal bij. En daar hou ik van. Sarah is weer gezellig thuis bij mij. En deze jonge dame gaat even de tafel dekken. Ik ben de hele avond zo druk bezig geweest met backup en al die dingen, dat ik op de klok kijk en denk, oeh, dat
was een beetje laat. En ik heb nog helemaal geen bakje beker voor suiker klaargezet. Dus dat ga ik nu maar heel snel doen. En dan gelijk naar mijn bed. Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd zo fijn als ik dit gedaan heb. Dit geeft echt zo'n gevoel van leven op orde. En ik weet niet, het geeft rust. Ik kan het haar aan kunnen zetten. Maar goed, ik wil wel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik hoop dat je natuurlijk morgen weer kijkt. Doei doei!